Hij is samen met zijn enige broer opgevoed door zijn moeder. Hij heeft zijn vader zelf amper gekend. Ging tijdens de Tweede Wereldoorlog op het Antwerpse Atheneum naar school, waar hij stilaan zijn Vlaamse overtuiging heeft gekregen. Maar hij heeft die niet van thuis uit. Zijn moeder was een liberale vrouw die politiek niet actief nog geïnteresseerd was. Hij heeft daar zijn Vlaamse overtuiging gekregen op school. Ik denk ook zijn interesse voor de literatuur. Na de humaniora afgemaakt te hebben, moest hij wel gaan werken. Maar hij heeft ons enorm achteraf gestimuleerd omdat hij nooit heeft kunnen studeren. Waarom van ons alle vier en later ook van zijn kleinkinderen heeft hem dat heel hard opgevolgd. Dat die toch hun best deden op school. Het heeft op hem gewogen dat hij door die oorlogsomstandigheden niet heeft gestudeerd. En vandaar ook dat wij altijd van zijn kant uit, toen wij naar school gingen, dat voor hem ontzettend belangrijk was dat wij goed zouden studeren. Hij zorgde er toch altijd voor, of hij zei dat toch altijd, dat ik moest studeren, dat ik min of meer gevolgd heb. Hij zei dan ook altijd, het is beter om nu te leren dan in juli of augustus, dat ik niet gevolgd heb. Papa was een heel warme man, bezorgd om ons, om mama, om de kleinkinderen later. Ja, hij was ook geïnteresseerd in hetgeen wat je deed. Ik heb eerst rechten gedaan en daarna geschiedenis. En als er dan van die cursussen waren, bijvoorbeeld politieke geschiedenis van België, dan was hem toch wel geïnteresseerd wat er in die cursus stond. En dan vroeg hem erachter van hoe dat uitgelegd werd op de universiteit. En dat was wel interessant. Mijn vader heeft zijn legerdienst na de oorlog in Bonn volbracht, waar hij actief was op de Britse censuurdienst. En hij moest dus brieven lezen van duizenden gewone Duitsers om te zien of daar in het kader van de denazificatieprocedures die toen bezig waren, of daar iets verkeerd in stond. En toen heeft hij ook een enorme belangstelling gekregen voor de Duitse literatuur. Hij was bijvoorbeeld een zeer groot Rilke-kenner en had een enorme belangstelling voor de Duitse poëzie. En door na de oorlog in de context van, laten we zeggen, de repressie, wat mensen in Frankrijk te leren kennen, zoals Maurice Bardèche, de schoonbroer van de gefusilleerde Robert Brasillac, schrijver en dichter, waar hij ook enorm naar opkeek, heeft hij ook die interesse voor die Franse literatuur beginnen krijgen. Maar in de Vlaamse beweging over de Franse literatuur praten, ik zal niet zeggen dat dat niet welkom was, maar dat was nu toch niet de grootste bekommernis van de modale Flamingant. Maar Dille kende wel die Franse literatuur. Hij gaf bijvoorbeeld een voordracht daarin over Sartre. Maar ook dan weer verder over Robert Brasillach. Waaruit Karel eigenlijk wel een beetje ook de Franse cultuur een beetje beheerste. En dat ook mededeelde. Die bijeenkomsten die hadden veel... veel succes. En ik ontdekte onmiddellijk iemand die niet alleen die Franse literatuur zeer goed kende, maar mij zelf een en ander kon bijbrengen. En een beetje door het toeval later is dat bijna volledig richting Frankrijk beginnen keren, omdat Jan Uyts hem gevraagd had om de Franse rubriek in het Paliterke te schrijven, wat hij denk meer dan 20 jaar lang gedaan heeft. Dat heeft misschien allemaal niet onmiddellijk met politiek te maken, maar dat, ja, bracht bij mij een zeer groot respect voor die man met zich mee. Achteraf gezien, wat mij het meest beroert nog altijd, is niet de politicus Karel Dillen, maar wel de mens Karel Dillen, waarmee ik heel wat tijd heb doorgebracht. En die, zodra hij maar de kans kreeg, het liever met mij had over literatuur. Die leek altijd stug naar buiten. Maar dat je daar eens mee omging, dat was... al wat je wilde. Hij had een ogenschijnlijk streng voorkomen. We kenden Karel allemaal. Maar eens dat je in zijn kennissenkring zat of dat je medewerker werd van Karel, was dat echt een gemoedelijk man om mee om te gaan. Alhoewel dat voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk was. Want Karel Dille heeft in de ogen van de buitenwacht en zeker van onze politieke tegenstanders altijd het imago gehad van een vrij strak, star iemand, gesloten, weinig communicatief, terwijl dat absoluut niet zo was. Hij kon ook bijzonder grappig uit de hoek komen. Hij was een zeer begaafd moppenverteller, niet altijd even deftige moppen. En daar mochten wij niet bij zijn. Hè? En voor zij die hem niet kennen, hij kon dan van het
prachtige mooie Nederlands dat hij altijd eigenlijk onberispelijk sprak. Moeiteloos overstappen in werkelijk platse Antwerps, want dat kon hij ook echt heel goed spreken. Maar hij was een van de weinige Antwerpenaars die ik ken of gekend heb, die als hij Nederlands sprak geen enkel Antwerps accent had. Dat is een heel zeldzaam. Dille, wat kan dat? Sprek zonder accent. Bijvoorbeeld op een congres. Ik was er al een mindere god geworden, bewust. En ik zat er op de derde of vierde rij. En Karel ging spreken. En ineens kwam hij naar mij. En fluisterde me toe. Ik wou dat ik in mijn bed lag. Karel Dille kon heel erg humoristisch zijn. Karel Dille was in heel intieme kring heel open en vriendschappelijk. Maar dat uitte zich niet altijd naar de buitenwacht, waar hij uiteindelijk dat imago ophield van de persoon zoals velen hem buiten de politiek en zeker buiten de partij hebben gekend. Eigenlijk heb ik dat wel dikwijls spijtig gevonden als je zo die kritieken las over zijn personage, dat vele van de mensen hem niet al echt gekend hebben zoals hij was in het gewone leven. Het is niet omdat men intellectueel is dat men geen militant kan zijn, laat staan solidair kan zijn met de militanten en andersom ook. Men kan militant zijn en intellectueel. De eerste keer dat we gingen gaan plakken voor het Vlaams, voor de VNP, was met Karel Dille bij als militant. Kun je niet voorstellen, maar het was toch waar. In de tijd van Karel Dille hebben we heel wat intellectuelen gekend. Die sympathiek stonden en die achter de VMO stonden, die achter de Weren die stonden. Ik denk hier aan een dokter Goemans, de dokter van de VMO. Aan parlementaire senatoren, denk hier aan een dokter Delayer uit Antwerpen. Schitterende mensen. Overal waar dat er iets te doen was van de militanten, was ze aanwezig. En er zou nooit niet uitbundig gezegd hebben, oh, ze de beste en ze de slimste. Maar hij was wel dankbaar voor hetgeen dat we deden. Intellectuelen die ook op het vlak van het militantisme zeker en vast hun verdienste hebben. En uiteraard dus zeker en vast ook Karel Dille. Die was fysisch heel moedig. Dat was zangfeest geweest in Brussel. En dat voor mij, met die jeugdbeweging, met zijn muziekkapel, trok met die muziekkapel. En dat, ja, wij dan er allemaal achter, heel stuk van die mensen die er waren, echt effectief door het centrum. En aan de beurs stond er onze hele bende op te wachten. Geknokt tot en met. En van overstoten was nog aan mijn rek, weet nog goed. En we hadden een aardige stomp of twee gekregen. Als eruit getrokken. Hè. Maar er was er een koppel van Antwerpen nog in uniform. Of het was geen uniform. Van die volksdansgroepen. Korte broek. En dan kent dat allemaal. Dat meisje dus hetzelfde. En die kregen er van langs. Jongen. En de kolde direct naartoe. Ja, maar ik kon niet veel doen. Maar stond op taxis. Eer dat hij gedaan kreeg dat er een taxi vrij was om die in te krijgen weg te rijden. Hè. Ze stonden dan met een paraplu op die taxi te boemen en heel wat. Hè. Mekaar onverstoord met die twee die taxi in en weg. Hè. En ik moet eerlijk zijn, van Overstoot en ik worden gelopen. Nou. Ik zie hem nog staan in de voerstreek, waar een wandeling, zoveelste wandelingen waar hij net volksvertegenwoordiger was, waar hij vooraan stond, neus aan neus tegen Dodemond. Dodemond, de burgemeester van Retour à Liège. En daarnaast stond de rijkswachtcommandant hyper zenuwachtig, want wat moest hij daar doen? Daar stond een Karel Dille die zegde, wij hebben hier een wandeling en wij gaan hier die straat in. En daar stond een Dodemond en die zegde, nee, hij komt er in geen geval door. De rijkswachtcommandant wist het niet. En Karel is daar gewoon blijven staan en heeft gezegd tegen Dodemond, kijk meneer, wanneer je niet opzij gaat, dan gaan we binnen enkele seconden gewoon rechtdoor gaan met heel deze wandeling en we lopen nu overhoop. Dat heeft daar even geduurd en dan is Dodemond opzij gegaan. De rijkswachtcommandant is opzij gegaan en de manifestatie is doorgegaan. Karel is dus rechtdoor gestapt met iedereen in zijn gevolg. Dus de onverzettelijkheid van Karel was bijna legendarisch. Men keek naar Karel Dille op als een figuur die er stond, die de weg wees, die de bakens uitzette. Een betoging in. Wel? Ik weet niet meer, pas op, ik mocht niet vragen voor wat, want ik heb 100 keren betoogd, ik weet niet meer voor wat. Maar we stapten uit en het was nogal chaotisch. Het was toch direct geen orde. En Karel Dille stond daar opzij met een vlag in zijn hand.
vlag van het Vlaamblok. En er kwam een rijkswacht en die wou die vlag pakken en Karel liet die vast. En die heeft toen 3 keer met zijn matrek op Karel zijn handen geslagen. En je zag aan het gezicht van Karel dat hij pijn had. Maar liet de vlag niet lossen. Hij heeft de vlag niet gelost. Voor de beweging was Karel Dulle een vuurtoren. Je zegt, voilà, hier sta ik en dat is de weg die we moeten gaan. Dat is het Vlaams nationalisme. In de broerstreek heb ik ook gezien dat hij van Apaar, de broer van Apaar, een klets in zijn gezicht kreeg. Een volle klets in zijn gezicht. En je kon er niet aan, je kon niks doen. En een half uur later met de betoging zegt er iemand tegen mij, daar staat hem, Jean-Marie Apaar. We hebben dat dan opgelost. Hij ging ervoor en hij wees de weg. En de militanten waardeerden dat. En dat is een ander aspect. Dat is dan man zijn. Dat is dan overtuigd zijn van uw gelijk, van uw recht. Ik zit vol anekdotes over Karel Dille. Ja, we hebben jaren samen opgetrokken. Hij had zo de gewoonte om... Hij reed niet graag zelf met de auto. Dus hij belde dan op of hij deed de krant open en zei als er ergens een AVVK-begrafenis was, Gerolf, daar gaan we naartoe. Ook als we die mensen niet kenden en zeker als ik hem niet kende. Een paar wij gingen vroeger altijd mee naar zee, naar Oostankerk. Dat was altijd zo'n groot appartementje waar ze met ons mama en zo ook al kwamen, dus al heel lang. En dan als het goed weer was, ten eerste ging hij altijd wandelen. Maar als hij niet ging wandelen, dan was dat zo. Zandkastelen bouwen. Een hele grote, was er dan dikwijls op zijn eigen bezig, omdat wij het al beu waren. En dan achteraf, als het aan het water binnenliep in die grachten, dan moesten we er direct af, want dat was dan altijd een beetje een bangerik op dat vlak. Maar ja, dan moesten we het zelf maar niet zo groot schuppen eerst. We hadden toen in het secretariat in de Van Maarlandstraat tafels met damasten tafelkleren. We hadden die gekregen van iemand, geloof ik, damasten tafelkleren gekregen. Ja, een feestje gegeven of dit en etentje. En die damasten tafel waren in een plastieke zak gaan en die gingen dan mee met mevrouw Dille voor de wasmachine en wassen te worden. Ze zat in een plastieke zak. En Karel Dille die staat morgens op en zei, het is vuilbak vandaag aan die plastieke zak. En die had die tafel buiten gezet. Zo waren we. Ik kon ons met een kwinkslag tot de orde brengen ook. En zo kwam ik eens op een vrijdagmorgen. Kwam ik eens op het secretariaat en ik kwam bij hem met een tekst die hij moest lezen. En hij vroeg mij onmiddellijk, dag Jan, zijt jij een dagje met verlof? Ik zeg, goed, hoe komt dat? Ja, zegt hij, je zit hier in jeansbroek. Hij keek dan wel eens naar de voetbal, zeker op grote toernooien. En dan was het heel eigenaardig dat hij nooit content was. Dus als het 0-0 was, was het niet goed, omdat er dan niks gebeurde. En als het 4-0 was of 0-4, dan was het niet goed, omdat het niet meer spannend was. Maar ik bleef altijd wel kijken, heel de match uit. Maar veel positief kwam er eigenlijk nooit af over de spelers, over de ploegen. Ik herinner mij toen hij hier nog alleen in dit parlement zat, dat hij ooit om 2-3 uur 's nachts, naar aanleiding van de bespreking van God weet welk wetsvoorstel, uiteindelijk het woord vroeg aan Boerke Naas van het boek van Ernest Klaas citeerde en zei, ik wou dat ik thuis en in mijn bedden was. Dat heeft trouwens toen de nationale media gehaald en ik denk dat het een van de enige keren was dat Karel Dillen ook op applaus kon rekenen op alle banken. Eerst maar de lijst neerleggen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was dan in 81 op het Justitiepaleis. En ik had de rode trui aan. En hij keek naar mij. Doet er nooit meer aan. Een tollenaarherdenking die we hadden in het zaaltje van de Redemptoristen in Antwerpen, waar zo'n 250 man in kon. Dat goed gevuld zat, maar dat er thuis, buiten 3000 man stond voor tegen te betogen. En Karel, de ernst van het geval inziende, ging bij die tegenbetogers naar de verantwoordelijke vragen. En die verantwoordelijke diende zich aan en Karel bood hem 10 minuten spreektijd aan. Om zijn gedachten te zeggen en dan terug buiten te gaan en ons rustig laten verder doen. Die man heeft dat aanvaard. Die heeft daar 10 minuten gesproken. Ik weet niet meer wat hij daar gezegd heeft. Maar in ieder geval, nadat hij gesproken had, was er geen herrie meer. De tegenbetogers zijn daar stilletjes aan afgedruipt. En dat was Karel.
Wel, als ik deze gelegenheid mag gebruiken, wil ik toch iedereen op het hart drukken. Kijk niet naar de foto's, kijk ook niet meteen altijd naar zijn interviews, die dikwijls een verkeerde indruk wekken. Karel Dille was vooral een heel, heel humoristische man. Dille, had je die kunnen voorstellen aan een publiciteitsman, aan iemand die PR-specialist is, zei, dat is onmogelijk, daar kun je geen verkoopproduct van maken. Maar Dille was geen verkoopproduct. Hij was een overtuigd nationalist, punt, andere lijn. En hij gedroeg zich ook niet als een verkoopproduct. Hij probeerde niet met de wind mee te gaan en met de mode. Nee, hij bleef wat hij was. Als wij hem moeten herinneren, dan moeten we ons hem herinneren als een baken van beginselvastheid eigenlijk. Rechtlijnig, trouw en vooral eerlijk. In de naoorlogse Vlaamse beweging was Karel een van de spilsfiguren. Dat heeft ze 55 jaar opnieuw van niets is begonnen. Dat is voor mij een van de mooiste boodschappen die hij gegeven heeft. Dat het kan, als het moet, beginnen we opnieuw. Ik heb ooit mogen zeggen dat Karel Dille de redder is van de naoorlogse Vlaams Nationale Partijpolitiek. Ik ben daar uiteraard nog altijd 100% van overtuigd. En ik denk daar nog altijd met een grote dankbaarheid aan terug, omdat hij politiek gepresteerd heeft. Karel Dille was een principieel man. En dat is misschien hetgene wat wij ook moeten onthouden als jonge generatie. Ik ben ondertussen ook alweer wat ouder geworden. En wat onze jonge generatie ook weer moet onthouden, die Karel Dille niet persoonlijk heeft gekend. Geen water in de wijn doen. Nooit toegeven. Niet plooien. Het programma blijven volgen, ook als het wat moeilijker wordt. Ook als het wat minder is in de verkiezingsresultaten. De rechtlijnigheid van Karel Dille en de bereidheid om om wanneer alle kansen tegen zijn, wanneer men van iets overtuigd is, toch te vechten aan iets te beginnen, rechtlijnig vol te houden, dat is een les voor ons allen. En ik ken er weinig, in elk geval ik zelf niet, ik ken er weinig die op die manier zijn voorbeeld hebben gevolgd, kunnen volgen. In die zin is Karel Dille nog altijd mijn grote voorbeeld en mag een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Een mens zonder compromissen, opkomend voor de onafhankelijkheid, want dat was is altijd zijn allerbelangrijkste streefdoel geweest. Maar dat ze daarbij ook beseffen dat het niet zo'n stugge man was dan zodat hij misschien wel overkwam. De jeugd van vandaag, zegt Karel Dille, mijn vader moet herinneren. Ik denk dat iemand moet zijn die, ook al was de kans op succes uiterst gering, om niet te zeggen onbestaande, dat het belangrijk is dat men in zijn leven een doel heeft, dat men een zin aan zijn leven geeft. En voor hem was dat die strijd voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Een onbaatzuchtig idealist, zoals hij altijd geweest is.